In de Van Steenlandstraat 47 woonde het gezin Van Dam Lely, vader, moeder en twee jonge kinderen. We hebben het verhaal, het is een bijzonder verhaal, zoals eigenlijk alle verhalen van gedeporteerde families bijzondere verhalen zijn. We hebben dat verhaal verteld, ik denk ongeveer 2 jaar geleden, bij gelegenheid van Open Huizen. Het verhaal verteld in de basisschool De Linde even verderop. En toen vroeg ik aan Iris en aan Lieselot, die mee waren komen luisteren. Iris de directrice en Lieselot de zorgjuf van de derde graad, denk ik, als ik dat goed zeg. Zou het toch niet mooi zijn om ook hier in de straat voor nummer 47 struikelstenen te leggen? En dat is gegroeid. Het heeft even geduurd, maar vandaag zijn we zover. En kunnen we de 159ste, 160ste, 61ste en 62ste struikelsteen in Antwerpen leggen. In Deurne zijn het er ongeveer 70 die er straks over een klein half uur zullen liggen. Iris, misschien is het toch goed dat jij even vertelt waarom de school dit initiatief mee heeft ondersteund en genomen. Oké. Okay. Vorig jaar kwam Mark bij ons langs en vroeg hij of hij naar aanleiding van Open Huizendag het bijzondere verhaal van Anna Van Dam mocht komen vertellen op onze school. Wat hij ons toen vertelde, al dat onrecht en al die gruwelijkheden, het heeft ons alle heel diep geraakt. We zagen beelden van Anna en haar zusje, die als jong meisje hier bij ons in de straat woonde, dezelfde leeftijd als onze leerlingen van leefgroep 5. En het verhaal van haar en haar familie deed ons huiveren. We zagen zelfs foto's waarop Duitsers uit de ramen hingen van onze eigen school en die marcheerden over onze speelplaats. Soms kan je gewoon geen woorden vinden om uit te drukken wat je voelt. Maar wij voelden alleszins heel veel. We weten allemaal dat het boek van onze geschiedenis inktzwarte bladzijden heeft. En enkel kennis over Wereldoorlog 2 overdragen aan de kinderen, dat volstaat niet. Ook echte betrokkenheid in het voelen van die geschiedenis speelt een heel grote rol. En dan kijk ik naar jullie, het struikelstenenteam, want dat hebben jullie bewerkstelligd. Dankzij jullie werd die geschiedenis tastbaar en voelbaar voor onze kinderen. Mark, Oscar, Wim, Ricky, in naam van ons allemaal, dank je wel. Dit eerbetoon aan de familie Lely Van Dam herinnert ons eraan dat we samen verantwoordelijkheid dragen voor het vormgeven van een rechtvaardige, een inclusieve en een duurzame toekomst voor alle generaties die na ons komen. Dank je wel. Bedankt Iris, duidelijke en mooie woorden vind ik. Misschien kunnen de kinderen met de foto's en de stenen nu wel naar hier komen en ze hier naast leggen, zodanig dat Wim ze straks netjes in de stoep kan leggen en dat we de foto's hier even op die tabletten zetten. Ja. Herman Van Dam was een handelaar in specerijen, een Amsterdammer die in Amsterdam trouwde met Elisabeth Lely en in de loop van de jaren 20 hier naar Antwerpen en vooral ook de langste tijd hebben ze hier gewoond, naar Deurne in de Van Steenlandstraat zijn gekomen. In december 25 is Anna geboren. Anna Van Dam was doofstom, dat was wat familiaal bepaald, want ook een neef van haar, Hans Bakker, die hier trouwens niet zo ver vandaan woonde, die woonde in de Karel de Preterlei vlak naast het Boulardpark, die was ook doofstom. En 9 jaar later,
op 20 mei 34 wordt Branka geboren, de jongste van het gezin. Bij het begin van de oorlog wist de familie niet, niemand wist dat, wat er precies zou gebeuren. Ze hebben gevolg gegeven aan de oproep om zich te laten inschrijven in het gemeentelijk jodenregister. Dat is gebeurd in eind november, begin december 1940. Anna, toen ze 15 werd, op 30 december 1940, werd begin januari al meteen ingeschreven. En ze probeerde, zo goed en zo kwaad het ging, hier verder te leven. Maar in 1942 neemt alles toch wel een heel dramatische wending. Het loopt voor de Duitsers, voor de nazi's, met de oorlog niet meer zoals zij dat aanvankelijk gedroomd hadden. Ze stuiten op tegenstand. Amerika was ook in de oorlog gekomen in december 1941 en de kansen begonnen te keren. En dat was wellicht mede aanleiding voor de Duitsers om nog veel fanatieker te keer te gaan wat de vervolging van de Joodse mensen betreft, de Joodse burgers. Vanaf mei 1942 moest de gele Jodenster gedragen worden en dat was voor Anna een onthutsende ervaring. Waarom? Zij was doofstom en zij liep school in de Jongelingstraat bij het Dove Instituut. Dat is dat trouwens nog altijd. En op dat moment, het moment van het verplicht dragen van de Jodenster, werd zij de toegang tot de school ontzegd. Zij wist niet wat daarover kwam. Dat was een schokkende ervaring voor haar en voor het gezin. Ze hebben in die periode, 30 mei 1942, ook bezoek gekregen van politie hier in het huis. De zus van Heiman van Dam, die op de Herentalsebaan woonde, nummer 142, die trouwens met haar man en haar drie zonen ook omgekomen is in de Holocaust, die had bezoek gekregen van de politie omdat haar man met een koffer betrapt was, een koffer met kleerstoffen, die hij in Borsbeek of Wommelgem of Weinigem probeerde te ruilen voor voedingswaren. En hij werd betrapt. En zo kwamen ze ook op het spoor van Heiman van Dam en Elisabeth Lely. En zonder huiszoekingsbevel of wat dan ook, viel de Deurnse politie, meer bepaald Gaston Jans. Gaston Jans was een adjunct politiecommissaris, de enige agent trouwens die na de oorlog veroordeeld werd voor zijn collaboratieactiviteiten, vielen ze hier binnen. Het werd bijzonder warm voor die familie en de foto gaat rond. Iris heeft er net al naar gewezen. Er waren hier in de straat, in de school, waren er Duitsers ingekwartierd. Dat kunt u goed zien op de foto. Er is een foto bij waar de Duitsers zelfs tot hier voor het huis opgesteld stonden in kolonnen. Het werd bijzonder gevaarlijk voor het gezin en ze duiken onder in Brussel. Op de Emiel Verharenlaan in Schaarbeek. En dat gaat goed tot mei 44. Om te overleven had dat gezin rantsoeneringszegels nodig en die kregen ze van het verzet in Brussel. Maar de geheime staatspolitie of de sicherheidspolitie was op het spoor gekomen van dat verzetsnetwerk en zo kwamen ze ook aan het onderdakadres van de familie van Dam Lely. En in mei 1944 valt de Duitse politie binnen in het pand en pakken ze het gezin op. En het was een heel ongelukkige omstandigheid, want er vond een kleine familiereunie plaats. Twee zussen van Elisabeth Lely waren daar met respectievelijk dochter Jetty en de dove zoon Hans. Ze werden allemaal opgepakt, 8 familieleden, via de Dozijnkazerne gedeporteerd naar Auschwitz. Anna en Hans waren doofstom en ze kregen een bordje omgehangen in de Dozijnkazerne, doofstom.
Dat hebben ze gedragen tijdens het transport naar Auschwitz, maar in Auschwitz zelf heeft een Joodse kapo, een Joodse kampverantwoordelijke, zeg maar, heeft er bij Anna op aangedrongen om dat bordje weg te doen, want indien de Duitsers, indien de nazi's hadden geweten dat Anna doofstom was, dan zou zij meteen zijn vermoord. Ze heeft dat bordje afgelegd, ze was toen een jonge vrouw, en samen met haar nicht Jetty werd zij nog geselecteerd om dwangarbeid te verrichten in Auschwitz. Dat hebben ze ook gedaan, loodzware dwangarbeid aan de spoorwegen. Maar de rest van de familie, de zes andere familieleden, werden meteen, en Anna en haar nicht Jetty hebben die mensen zien vertrekken, werden meteen naar de gaskamers gestuurd en werden vermoord. Anna heeft de oorlog alleen kunnen overleven dankzij de onvoorwaardelijke steun van haar nicht Jetty. Zij kenden elkaar goed. Jetty woonde ook in de buurt, in de Van Averlei. Het waren boezemvriendinnen. En ze verstonden elkaar door blikken uit te wisselen, door gebaren te maken, kleine gebaren, zodanig dat niemand kon zien dat ze met elkaar communiceerden. En het is op die manier dat Anna en Jetty beide de oorlog hebben overleefd. Anna is nog terugkomen wonen na de oorlog in Deurne, maar niet voor lang, want zij is naar Nederland getrokken, waar zij in 2013 overleden is. Dat is het verhaal in grote lijnen van de familie Heyman van Dam. De zussen en de broers van vader en moeder zijn ook bijna allemaal samen met hun kinderen omgekomen in de Holocaust. Dat is een familie die bijzonder, bijzonder zwaar getroffen werd. Maar ik stel nu voor dat de kinderen die een lied hebben voorbereid, dat ze dat lied nu toch wel zingen. Ja. 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 Ja.
In de school is hard gewerkt rond dit projectje van de familie van Anna en Branka. En ik denk dat jullie veel vragen hebben nog en jullie hebben een brief geschreven daarover. Alsjeblieft. Zo. Hallo Anna van Dam. Wij vinden het heel speciaal dat je de oorlog hebt overleefd en zijn enorm geschrokken van alles wat we hebben gehoord. We hadden het wel fijn gevonden om jou ook echt te leren kennen, zodat we hierover nog verder konden praten. Daarom schrijven we nu deze brief met onze vragen en gedachten. In deze klas kwam er verschillende vragen naar boven. Ik som er enkele op. Hoe kun je de noodsignalen uitzenden? Was het moeilijk om te lip lezen? Heb je Hitler ontmoet? Wie waren jouw vrienden? Had je voor de oorlog nog andere dove vrienden? Welke snoepjes at je graag? Ben je nog bang voor bepaalde mensen? Hoe heb je jezelf ook mensen kunnen helpen tijdens de oorlog? Wat had je allemaal graag gedaan als je familie de oorlog had overleefd? Zou je graag weer in je oude huis wonen? Ben je naar dezelfde school geweest als wij? We vinden het enorm moedig hoe je dit alles hebt beleefd. Maar nog meer hoe je achteraf deze verhalen ook wilde delen. Dit kan niet gemakkelijk zijn voor jou. We leerden heel veel uit de film en verhalen die de juf ons vertelde. We hopen dat je er niet de hele tijd aan moet denken, maar dat het door deze struikelstenen zeker niet vergeten wordt door ons. Liefst de leerlingen van de Linde. Hoe mooi is dat? Als je de film bekijkt, heb je misschien toch een paar antwoorden gekregen op vragen. Anna had vrienden en vriendinnen. Lea Huisman bijvoorbeeld was ook een van haar vriendinnen met wie ze samen naar de school ging. Niet jullie school, omdat Anna doof was. Maar ze ging naar de dove school in de stad Antwerpen. En daar was een van de vriendinnen van haar, was onder meer Lea Huisman. En haar boezemvriendin, dat was Jetty, dat was haar nicht, dat heb ik er net verteld. En ook Hans Bakker, haar neef, was een goede vriend van haar. En verder heb je vragen gesteld waar denk ik alleen Anna het antwoord zou op kunnen geven. Maar dat kan ik uiteraard niet in haar plaats. Maar ik denk dat jullie nog een lied hebben voorbereid. Oké. Yeah.
Als het al weer komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt, en de smijt droogte, mag ik dan bij jou? Als de lente komt, als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het ergens anders kan? Heel erg bedankt aan jullie allemaal voor die toch wel heel mooie bijdrage aan deze ceremonie, zeg maar. Hier zijn twee mensen ook van de Dozijnkazerne. We zijn daar heel blij om dat zij de moeite hebben genomen om toch vanuit Mechelen naar hier te komen. En ik denk dat jullie graag iets willen zeggen over het belang van het leggen van struikelstenen en die herinneringscultuur. Maar misschien toch ook iets zeggen over het doven en slechthorende parcours in het museum. Alsjeblieft. Goedemiddag iedereen. Ik heb iets voorbereid, maar ik moet zeggen dat ik enorm onder de indruk ben van dit hele gebeuren. En chapeau aan de school om dit zo mooi te organiseren en de kinderen er allemaal bij te betrekken. Het verhaal van Anna van Dam en haar familie is een zeer bijzonder verhaal. Het is hier al verteld geweest. Een verhaal dat een stukje van de geschiedenis van dove Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog laat zien. Haar levensverhaal van Anna, haar stille strijd, en daarmee verwijs ik naar de documentaire, laat zien hoe zij als doof-Joods meisje opgroeide in Antwerpen voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook hoe zij de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ervaren en verwerkt. Maar daarnaast is haar verhaal een verhaal dat verbindt. In kazerne Dossin vinden we zo'n verhalen heel belangrijk, die verbinding maken. Die heden en verleden samenbrengen, zoals vandaag. En daarom, Mark verwees er al naar, het verhaal van Anna en haar dove vriendin, Lea, maakt sinds kort deel uit van een parcours die wij brengen voor doven en slechthorenden. En niet toevallig is dit onlangs gelanceerd, vorige week zaterdag, op Internationale Dovendag, kunnen mensen met een beperking, met een auditieve beperking, een bezoek brengen aan kazerne Dossin. En het verhaal van Anna en Lea staat daar enorm centraal in. Dat wouden we vandaag toch even meegeven. Dat haar verhaal verbinding uitstraalt, dat zien we hier vandaag. Het brengt vandaag hier in de Van Steenlaanstraat mensen bij elkaar en verbindt verschillende gemeenschappen. De inwoners van deze straat, de schoolgemeenschap, de dove gemeenschap, generaties van jong en oud, om samen te herdenken. En daarom laat deze struikelstenen hun werk doen. Ons doen nadenken over oorlog en vrede, over de wreedheden waar miljoenen onschuldigen in oorlogstijd
het slachtoffer van waren en zijn. Dank u wel. Dank u wel. Ik denk dat wij daarmee stilaan aan het einde komen van deze ceremonie. Ondertussen is er in Deurne en hopelijk over enige tijd ook in Antwerpen bijna een heel parcours ontstaan. Een weg die je kan volgen van Deurne-Zuid, de Unitaswijk of de Kruislijn, tot helemaal in Deurne-Noord. Aan het Albertkanaal in de wijk Kronenburg liggen ongeveer 70 stenen die getuigen van de gruwel die hier heeft plaatsgevonden, maar die in de eerste plaats toch ook een herdenking zijn voor de slachtoffers. En dat hebben wij vandaag, dankzij de school, op een hele mooie manier kunnen doen. Bedankt allemaal.